been a little while since I've looked in your eyes and walked that bridge to the other side. Mama says it's gonna get cold in the night, but if I picture you, then I'll be alright. I am ready for you to be here. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van mij uit New York. Afgelopen week was een ontzettend leuke week, zoals iedere week hier in New York. Ik bedoel, hoe kan het ook anders? Ik heb namelijk Thanksgiving gevierd bij een Amerikaans gezin, bij mijn baas, op geheel Amerikaanse wijze. En als klap op de vuurpijl kwam mijn lieve vriendin Corine uit Nederland van 2 jaar geleden ook nog hier naartoe. Dus ja, ik kan wel heel lang doorlullen. Maar laten we gewoon gaan kijken. Veel plezier! Hallo allemaal, het is vandaag 22 november en het is Thanksgiving. Thanksgiving is een hele belangrijke nationale feestdag hier in de Verenigde Staten en wordt ook gevierd in Canada volgens mij. Hier wordt het gevierd op de 4e donderdag van november. Het is vooral een dag waarop familie elkaar opzoekt en kilometers aflegt, echt flinke kilometers aflegt hier in de Verenigde Staten om bij elkaar te zijn en om lekker samen te eten en om voetbal te kijken en ja, gewoon dankbaar te zijn voor alles wat je hebt in het leven en wat je meemaakt in het leven. En op deze dag is hier in New York ook altijd de Macy's Thanksgiving Parade. Eigenlijk wilde ik hem vandaag ook zien. Alleen, ik was vorige week ziek, zoals jullie misschien hebben gezien in de vorige video. En dat leek even iets beter te gaan. Maar ik ben weer helemaal terug bij af. Je ziet het misschien niet. Ik heb me even opgefrist. Maar ja, ik voel me echt zwaar belabberd. Ik ben nu gepromoveerd tot iemand met een voorhoofdholteontsteking. Dus dat is echt grandioos. Oh, ik ben nu de Grinch aan het kijken. En ik heb de Princess Switch, die nieuwe met Vanessa Hudgens, heb ik gekeken. Het is niet van een heel hoog niveau, maar het kijkt gewoon ontzettend lekker weg. En dat heb je gewoon nodig op een dag als deze. Nu ga ik me even... Ik ga even de laatste dingetjes doen en dan ga ik zo meteen eten weer bij mijn lieve bazin. Dat heb ik 2 jaar geleden ook gedaan. Veerle was hier toen, mijn beste vriendin uit Nederland. Dit jaar ga ik met Anne, mijn stagiaire. Het is gewoon heel erg leuk om bij een Amerikaanse familie Thanksgiving te vieren, want dan heb je gewoon wel de echte vibes, zeg maar. Ik denk dat er echt miljoenen kalkoenen gegeten worden vandaag in dit land. Niet door mij, hè, je weet toch. Veggie life, stuff your face with stuffing, zeg ik altijd maar. Dat is mijn poging tot het nadoen van een kalkoen. Die ging 2 jaar geleden beter. Het is toch altijd zo mooi weer met Thanksgiving, somehow. Dit is de huidige situatie. Alles wat hier ligt. Kijk even trouwens wat ik nieuw heb. Een paletje. Alsof ik nog geen paletje had. Kijk, weet je, dat maakt helemaal niet uit. Het is heel mooi, hè. Ik gebruik het ook. Maar het gaat natuurlijk hierom. Dat snap je wel. Oh, we zijn in Harlem en ik ben met Anne. Gezellig, die is lekker met mij mee en die is ook Nederlands. Dus dat is top. Kunnen we gewoon af en toe lekker heel asociaal hier in Nederlands. Nee, gaan we niet doen. Koningtaal. We staan nu voor de deur bij onze bazin. We gaan lekker eten. Ik heb heel erg honger. Ik weet niet of het met jou zit. Ik heb 5 chocoladepepernoten op. Oké, ja, nummer 5, dat is niet zo heel veel. Er kan nog wel wat bij. Het is super koud buiten. Het is echt -3 of zo. En we hebben een Uber hier naartoe gepakt. Het is Thanksgiving, jongens. Het is gewoon, mag. Vandaag mag het. Kat, eten. Hallo, it's us. We're early. Access to the Oh. En gaat dan deze. Oh, deze gaat maar is open. Prima. Oh, het is gewoon een jaar. Nee, 2 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Harlem. Hallo! Welkom! Ja, nou, de voorbereidingen zijn in volle gang. Overal ligt eten. We hebben al drank gekregen. Ik had me nog voorgenomen om niet te gaan drinken, aangezien ik me niet helemaal fit voel. Maar dat gaat gewoon niet. Wordt om de 2 minuten gevraagd, heb je nog drinken? We staan dus nu in het keukengebied. Kijk eens, daar ligt onze bad boy. Het is super gezellig. Ik vind het zo ontzettend fijn om hier weer te zijn. Als je me al langer volgt, dan herinner je misschien dat ik dit 2 jaar geleden dus ook heb gedaan. Toen was ik ook hier. Het is heel lastig om dat uit te leggen als je hier niet bij bent. Maar ja, deze familie voelt gewoon als mijn familie, ook al zie ik ze bijna nooit. Ondanks het feit dat ik niet lekker ben, toch heel erg blij
dat ik hier ben. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on I want them all. Yes. You're gonna have to have all three, Claire. Oh, very good. Yes, this is very handsome. This will get you a lot of dates, Liam. Yeah. Oh, ik vind het gewoon meevallen. Je kan gewoon lopen. We zijn in de Macy's, vol en wel. En het is natuurlijk zometeen over anderhalf uur of zo, is het vrijdag. Het is Black Friday. De gemiddelde Amerikaan gaat dan volledig inslaan op televisieschermen. Koelkasten, kleding, alles. Alle grote warenhuizen, zoals dus bijvoorbeeld de Macy's, hebben gigantische kortingen en die is dus nu al open. Die blijft de hele nacht open. Hij is om 5 uur vanmiddag open gegaan en vanmiddag om 5 uur stond er dus een gigantische rij hier voor de deur. Ik heb foto's toegestuurd gekregen. Maar nu, het gaat wel mee. We hoeven eigenlijk helemaal niks te hebben, maar we wilden gewoon even kijken what all the fuss is about. Maar de fuss is helemaal niet zo de fuss, vind ik. Zo! Bekende in de Macy's. Ja! Aan de winkelings. Nee, we hebben geen tijd te verliezen. Gaan we stoppen. Oh nee. Ja, we hebben gewoon gekaart nu. Maar nog wel mensen. Het is vandaag vrijdag. Gisteren was ontzettend gezellig. Heerlijk gegeten. Ik ben niet meer zo heel lang in de Macy's gebleven. We waren vrij snel weer weg. En ik ben dus redelijk op tijd naar bed gegaan. Wat positieve invloed heeft op mijn gesteldheid. Maar vandaag is een hele spannende dag. Waar ik al maanden naar uitkijk. Want vandaag, sterker nog, ze is nu volgens mij. Ja, ze rijdt hier echt in de buurt. Corine is er. En misschien dat je Corine nog kan herinneren. Als je nieuw bent op dit kanaal of je kijkt nog niet zo heel lang, dan weet je dat waarschijnlijk niet. Maar Corine is iemand die ik leerde kennen hier 2 jaar geleden toen ik hier voor 5 maanden woonde. En wij waren vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten, volgens mij ook echt in de eerste week dat ik hier toen kwam, waren we onafscheidelijk. Ik vind het sowieso echt heel bijzonder dat ze hier weer is. In de afgelopen maanden heb ik echt wel af en toe ook even gehad van, oh weet je, ja, het is hier heel fijn om hier weer te zijn. Maar Corine ontbreekt wel. En vandaag komt daar verandering in. I can't wait. Ik sta voor de deur bij haar apartment building en ze is er al, alleen ze denkt dat ik thuis bij mij op haar wacht, waar zij dus ook heeft gewoond 2 jaar geleden, maar ik sta gewoon al hier voor de deur, dus die gaat hier zo meteen naar buiten komen, zich helemaal rondschikken. Oh, ik vind het zo leuk. Ik ben zo blij dat je er bent! Het is werkelijk waar, ongelooflijk. Maar het is nog geen 2 uur in de stad. We hebben al sushi op en we staan nu weer, uiteraard, bij Artichoke. Bij mijn lieve vriendin van Artichoke. Je hebt het gemist, hè? Ik heb het gemist, hè? Ja, bedankt, je bek voorzichtig. Yummy. Nou, we hebben van alles gegeten. We hebben even rondgelopen. Maar ik voel me toch niet helemaal lekker. En Corine is ook wel moe. Dus we staan nu bij mij thuis. Zij heeft hier 2 jaar geleden ook gewoond. Dus, hè? En dan ben je er ineens weer. Nou, het is echt fantastisch. Zo mooi weder zien. Een goede reunie. Ik zit even op de stoel. Nou ja, de bank waar ik dus eigenlijk altijd zat.
Ik vind het echt heerlijk. Het interview heeft al een opfrisser gehad. Ik wil weer terug hier. Kamer 907, hè? Ja. Ja. 907. 907. Bij het ontbijt 907. Het klonk een beetje als een soort James Bond. Wat was dat ook weer? 007. Yes. Yes. Ja. Dat is bijna hetzelfde. Ik ruik dus nu al... Nee, maar dit is geen grap, Claire. Dit zeg ik niet omdat je nu aan het recorden bent. Maar ik ruik dus nu al die pumpkin all over the place. Geen grap, ik heb me niet eens gebrand vandaag. Is het gezellig? Leuk! Oh, je hebt een plant! Je hebt een plant! Leuk! Van de Target! Oh, je hebt het weer zo gezellig ingericht. Ja, dat is heerlijk. Het is toch leuk om hier weer te zijn? Is dit heerlijk om hier weer te zijn? Nou, dan kunnen we lekker filmavondje doen van de week. Nog geen alcohol. Het is 1 uur 's middags. Maar vanavond misschien een magic hours. Nou, daar gaan we zo over nadenken. Zo is het dus wel leuk, maar kijk even als je hem dus... Sinterklaas. Oh nee, die bestaat. Hé, dat moet je zeggen, dan kijk je kinderen. Sinterklaas bestaat gewoon hoor, mensen. Nou, het is zaterdag. Ja. En we zijn al ongeveer 2 uur onderweg naar iets. We zijn in de kroon gestaan. We hebben precies 3 meter gelopen. We zijn echt 3 straten verder. Tot nu toe hebben we alleen maar koffie gedronken. Nee, thee gedronken. Ja. We hebben een sapje gehaald. En we doen er echt zo lang over. Maar er is ook zoveel om te bespreken. Ja, we zitten alleen maar te ouwehoeren. Dan gaan we wel zien wat de dag ons gaat brengen. Ja, eten. Ja. Goh, what was I thinking? Tuurlijk. We lopen op Perry Street. En hier is het huis van Carrie van Sex and the City. Het is altijd een toeristische trekpleister, zoals je kunt zien. Ik ga altijd wel helemaal stuk om. Die man die daar dus woont, is echt niet aardig, hè? Die komt ook altijd heel boos naar buiten en zo. Als mensen hier foto's maken, dan denk ik, ja jongen, dat weet je toch? Ja, dat weet je en dat hij rustig moet doen hier in de straat en zo. Vorige keer toen ik hier was, waren hier allemaal meiden aan het gillen. Oh mijn god, dit is het huis van Carrie. Helemaal ja, maar ja, wat wil je? Wereldwijd een van de bekendste series. En dan wil je rust. En dan woon je in zo'n mooi huis. En dan kom je naar buiten om mensen even te vertellen waar het op staat, denk ik. Vriend, wees blij dat je in dit huis woont. Zwaai even. Je bent op de vlog. Meesterlijk. Nou, Juts en Jul hebben de hele dag rondgelopen. En even gegeten bij de Urban Vegan Kitchen. Maar ik was op een gegeven moment helemaal klaar met alles. We stonden in de Bloomingdale's. En ik wilde wat gaan filmen. En toen liet ik allemaal dingen achter een soort van display vallen. Waar ik niet meer bij kon. En het was echt... Ik stond helemaal te zweten en te doen. En toen hebben we even gegeten. En nu is het 7:15 of zo. We liggen echt gewoon te slapen, zowat. Maar ik heb even een installatie gemaakt. We gaan even The Voice kijken. Heerlijk, The Voice. Je ligt er ook echt weer zo bij, zoals ik me kan herinneren. Ik ben weer helemaal in mijn sas. En ook weer met dat popcorn. Ik ben helemaal in mijn sas, mensen. Dat popcornzakje erbij. Ga jij even je popcorn poppen? Ik ga mijn popcorn pop. Ik kom uit Amersfoort. Ik doe mee in The Voice of Holland omdat ik het al kijk vanaf het allereerste seizoen. En ik denk dat ik er nu klaar voor ben om het zelf te gaan doen. Een diehard fan van het eerste uur. En ze heeft haar hele selfie-clam bij zich. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe nog even een blauw duimpje omhoog als je ook weer zin hebt in de video van volgende week met nog meer Corine. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik je heel graag volgende week bij een nieuwe video. Taxi!